9 maanden geschreven door Touch for You. 9 maanden geleden dat ik je voor het laatst sprak. Nog steeds kijk ik iedere ochtend op mijn telefoon als ik wakker word of ik misschien een berichtje van je heb. Als ik ga slapen, doe ik hetzelfde. Ik word ermee wakker en ik ga ermee naar bed. Negen maanden, hallo! Het leven gaat door! Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je was mijn eerste echte liefde. Ze zeggen vaak dat je eerste liefde het ergst is: tenminste, het liefdesverdriet. Nou, ik hoop het maar. Want als ik dit nog vaker moet meemaken, weet ik niet hoe ik dat ga handelen. Pling klinkt mijn telefoon. Tinder. Super like, nou woehoe. Mijn vriendinnen hebben Tinder voor me aangemaakt. Dan kun je even je gedachten verzetten en nieuwe mannen leren kennen. Probeer het gewoon, Lies, hadden ze gezegd. Eigenlijk word ik er gek van. Dus vaak negeer ik de berichtjes, omdat ik er helemaal niet op zit te wachten. Ik besluit toch maar even te kijken. Ik heb toch niks anders te doen op deze druilige dinsdagochtend. Terwijl ik mijn telefoon erbij pak die aan de lader op de bankleuning ligt, hoor ik de regen tegen de ramen tikken. Heerlijk vind ik dat geluid. Ik klik op de melding van de superlike. En een grote bekende glimlach lacht me toe op mijn telefoonscherm. Ik knipper met mijn ogen, omdat ik even denk dat ik gek geworden ben. Oh my god, vloept er hardop uit mijn mond. Hoe durft hij? Wat is dit? Ik scroll tussen zijn foto's en herken er twee van de negen. Hier, waren we in het vondelpark. En hier, onze steptocht door de grotten in Valkenburg. Ik stuur een spraakmemo naar mijn vriendin. Nien, oh my god, je raadt nooit wat me nu gebeurt. <lacht> nou, lacht Nina. Omdat ik altijd met van die ondoordachte acties kom aanzetten. Het is Tom, Tinder, superlike. Huh? Tom als in jouw Tom? Ex-Tom? klinkt het verbaasd. Ja, negen maanden hè? Niks gehoord, niks gezien, niks laten weten en nu? Ineens een super like op Tinder alsof er niks is gebeurd. Oh, Lies, dit is niet oké okay, hoor. Je ging net weer wat beter. Laat je alsjeblieft niet weer inpalmen door die gast. Ga er niet op in. En ik weet dat ze gelijk heeft. Ik wissel van app en kijk weer in het lachende gezicht van Tom een perfecte mond vol tanden, heldere bruine ogen en donkerblond kort krullend haar. Als je vraagt wat mijn droomman is, zou ik altijd hem omschrijven. Nee. Nee. Ik sluit de app af en hoop dat hiermee ook de superlike is verdwenen. Ik vervolg mijn dag met een uurtje in de gym. Een heerlijke douche. Een rondje over de markt. Net als aanwinst, een gezellig bosje tulpen voor op de keukentafel en een lekker stuk kaas. Terwijl de macaroni kookt en de saus staat te pruttelen, zijn mijn gedachten nergens anders dan bij die superlike. Of beter gezegd, bij Tom. Dit is wat ik wou. Dit is waar ik al die tijd op heb gewacht: een bericht van Tom. Maar ja. Niet op deze manier. Waarom had hij haar nooit meer geëpt? Gebeld, gemaild? Iets. Ik kan me niet bedwingen en open Tinder. En ja hoor. Ik kijk hem weer recht aan. Ik swipe naar links. Match. Wat denk jij? Heeft om een goede reden waarom hij Lisa zou hebben laten zitten? Abonneer je op mijn kanaal en kom erachter bij het tweede deel van 9 maanden. Bedankt voor het kijken en luisteren.